Kijk. Schoentjes helemaal af. Een echte Sinterklaas schoen. Samen met deze. Super leuk om neer te zetten. Nou, dat ga ik vanavond zeker doen. Ik stop mijn tekening erin. En nog een paar wortels voor al zo snel. Nou, als ik nu niet nog een lekkere chocoladeletter krijg, dan weet ik het ook niet meer. Hoi, welkom. Leuk dat je weer meekijkt naar een nieuwe video. Sinterklaas is nu weer in het land en ik voel de spanning al een beetje. Ik heb ook al een keer mijn schoen gezet en ik heb daar een hele lekkere chocoladeletter in gekregen. Superleuk! Nou kun je natuurlijk gewoon je eigen schoen neerzetten als je hoopt dat Sinterklaas jou een cadeautje komt brengen. Maar het is ook heel leuk om daarvoor zelf een schoen te knutselen. En dat is helemaal niet zo moeilijk om te doen. Ik heb alvast een voorbeeldje gemaakt. Dat is deze mooie schoen van papier. Nou, daarin zit een wc-rol, waardoor je hem ook nog echt kunt neerzetten. En je tekening erin kunt stoppen bijvoorbeeld. Super leuk om te knutselen voor Sinterklaas. En helemaal niet zo ingewikkeld. Kijk maar met me mee, want ik ga het je laten zien. Nou, de basis voor deze schoen, daarvan heb ik een printable gemaakt. Dat is deze. Die vind je via het linkje daar. Die kun je uitprinten op gekleurd papier. Nou, ik ga nu een blauwe schoen maken. En die schoen die ga ik allereerst eventjes uitknippen. Misschien vind je het er nog een beetje gek uitzien. Of niet helemaal als een schoen uitzien. Maar dat komt omdat het een dubbele schoen is, die we straks om de wc-rol heen gaan vouwen. Zo. Nou, als je die dubbele schoen hebt uitgeknipt, dan gaan we er gaatjes in maken. Nou, dat kan met een perforator of bijvoorbeeld ook met zo'n broekriem, zo'n gaatjesmaker voor je broekriem. En die gaatjes die ga je aan beide kanten erin maken. Dus aan deze kant en aan deze kant. En probeer ze dan allebei ongeveer even hoog te doen. Zo. Nou, ik heb nu aan allebei de kanten heb ik 6 gaatjes gemaakt. Nu ga ik de schoen even versieren. Nou, daarvoor heb ik mijn stiften klaargelegd, dus ik ga een paar mooie tekeningen erop maken. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon leuke plakkers of glitter of leuke pomponnetjes en dergelijke op je schoen plakken. Dat maakt allemaal niks uit. Je kunt ze helemaal mooi maken zoals jij dat zou willen. Nou, ik pak mijn stiften er even bij. Nou, ik heb mijn schoen versierd. Ik vind dat ik er zelf al een leuk patroon van heb gemaakt. Ik heb chocoladeletters gemaakt in de letters S-I-N-T. Dus een echte Sinterklaas schoen heb ik ervan gemaakt. Nou, deze dubbele schoen die ga ik nu om de wc-rol heen maken. En daarbij smeer ik alleen even een klein beetje lijm in het midden. Zo. Nou, daar plak ik dan de wc-rol. Zo. Nou, de achterkant zit vast zoals je ziet. Nu ga ik alleen nog even de puntjes van de schoen hier aan elkaar vastplakken. En de rest van de schoen die ga ik dan dicht doen met een lintje. Ik smeer nog een klein beetje lijm op de neuzen. Zo, die zitten ook vast. Nou, dan heb ik hier een mooi lintje. En die ga ik er doorheen rijgen.
Zo. Nou, ik steek zigzag over. Je hebt vast wel eens een veter in een schoen gereikt. Want dit gaat natuurlijk precies op dezelfde manier. Nou, het lintje zit erin, de veter. Ik ga er nog even een strik in leggen. Zo. Kijk. Het schoentje is helemaal af. Een echte Sinterklaas schoen. Samen met deze, super leuk om neer te zetten. Nou, dat ga ik vanavond zeker doen. Ik stop mijn tekening erin. En nog een paar wortels voor oh zo snel. Nou, als ik nu niet nog een lekkere chocoladeletter krijg, dan weet ik het ook niet meer. Super leuk om neer te zetten, toch? Ik hoop in ieder geval dat jullie deze video weer leuk vonden. Dus ja, geef hem dan nog even een duim omhoog. En ben je nou op zoek naar meer leuke Sinterklaas knutsels, dan kun je ook nog even verder kijken op ons blog via het linkje daar. Want we hebben nog allerlei andere leuke tips en ideeën voor je op een rij gezet. Ik ben er volgende week weer met een nieuwe creatieve video. En ik hoop jullie dan natuurlijk allemaal weer te zien. Hoi!